als wij de trampoline raken, stop de video meteen. Oh, die was wel sick. Yo, vandaag ben ik bij een trampolinepark waar ik nog nooit ben geweest. En ze hebben hier heel veel vette areas. En wij gaan daar vandaag gebruik van maken. Voor de mensen die mij al heel lang volgen en toevallig ook Team Tenton kennen, ken je de persoon die in dit park werkt ook? Want dat is namelijk... Oh, Rob! Hey! En Rob, die kennen wij eigenlijk van de Freerun scene. Echt bijna 7 jaar geleden. En het is ook heel lang geleden dat wij elkaar hebben gezien. En hij doet vandaag mee met de video. Boom! We zijn ook met Jay en natuurlijk met Bo. Die staat momenteel achter de camera. Wat we nu doen mag niet vanaf nu. We gaan beginnen met wie de allereerste challenge mag verzinnen. Steempje Schaar, wie er begint. Ik heb steeds gewonnen. Ja, Bo mag beginnen. Let's Waarom go. Moet ik beginnen? Ik wil juist niet beginnen. Oh, nou, wijs iemand. Nee, wijs iemand aan nee, die begint. Nee, ik vind het best. Nee, als jij het jouw video. Okay, ik ga beginnen met de eerste challenge. En die is nog een beetje makkelijk. Maar als we allemaal 2 challenges hebben gedaan. En we hebben niet de trampoline geraakt. Dan hebben wij de video gehaald. En ik hoop dat het deze keer wel lukt. Ik denk het niet. Want het is altijd in een klein hoekje dat je toch die trampoline geraakt. Ja. De challenge is makkelijk. Maar je mag hem ook leuk maken voor jezelf. Ja? De challenge in principe is om vanaf hier naar daar te komen. Maar als je het leuk wil maken, mag je het ook met een flip doen. Oh, sick. Ja, en je moet dus ook niet doorvallen naar deze. Daar moet je wel even over nadenken inderdaad. Ik ga ook doen. Oh, heel nice. Dat is wel blauwe, dat is wel jammer. Jammer? Waarom is dat jammer? Dichtbij het einde. Wij zijn allebei niet comfortabel genoeg om een salto te doen. Maar we maken het wel ietsjes moeilijker voor onszelf. We gaan springen, maar kom mee. Afzettend vanaf hier. We doen hem tegelijk, hè? Ja, goed. Tegelijk. Eén stap en dan door of ja, gewoon wat jij wilt. Je moet alleen naar de overkant komen. Eén. Oh. Nice. Hij was verder. Dat is iets minder nice. Wie mag als volgende wel? Ik? Oh, vet. Nou ja, dan ben ik. Oké. In de categorie simpel ga ik ook beginnen. En wat is de challenge? Vanaf hier afzetten, dit vierkant op dat vierkant. En dan daar op het blok landen. Ideaal is het als je hem stikt. Oh. Nou, in ieder geval erop. Niet helemaal goed, maar ik heb hem gehad. Volgende. Bo en Rob in 3, 2, 1, go! Stick. Geen stick. Wel een stick. Woe. Wel een stick. Ah ja, best. Jij bent Jay. Voor jou mag het ook wel van 4 hoor. Oh, hij is zo lullig hè. Oké, ja. Let's go. Oeh. Nou, je had hem ook. Op dezelfde manier als ik. Lekker gedaan. Volgende area, wat is de challenge? De high performance gaan wij van de high, hoge, dat is Engels, bijles. Gaan wij van afspringen over de trampoline naar de gele vloer. Nice. Ik wens je succes. Wat een flip. Stomt het. Heel nice. Oh. Hoe kom je hierop? Ja, hoe wel echt heel erg zweet van Oh! Nou, doe ik er iets vets achteraan. Kijk eens de lengte. Ja, Jay, dit is gewoon groter dan jouw toekomst. Maar hey, high performance, hoge toekomst, dus dat is niet erg, hè? Ja, trampoline gaan. Ja, echt zo? Ja, dat is veel makkelijker. Doe maar. Hebben we een ladder? Volgens mij, Rob, kan je een ladder? Echt, CIMJ, let's go. Oh, hele nice sprong. Lekker, gast. Ik heb ook een box. En nu is Jim Bro. Of Jimbo. Jimbo, dat is wel nice. Wat is jouw plan, Bo? Nou, ik dacht, weet je wat, iedereen doet weer iets anders. Iedereen springt of doet een flip. Maar ik ben altijd graag iemand die out of the box denkt. Dus ik wil zo springen. Dit is echt een stuk verder dan dat. Oh, heel nice, heel nice. Bijna op deze trampoline als wel. Ja, maar die was lijp. Die was heel lijp. Right, mijn challenge. Ik ga vanaf daarachter over hierheen springen. Hierdoor, strui naar achter en daarachter landen. Oh. Ik gaf je een extra challenge. Ik had het lekker, man. Ik had het nog. Ik zag de dingen in één keer draaien. Dacht van, no, man. Bo eindigde bijna de video door dat balkding te verschuiven. Maar nu is Rob. Oh. Ja. Easy. Vet, hè? Nu ben jij als laatste. Als je... Ik ging echt bijna. Dat was niet eens voor de leuke. Jij bent... Jump. Ja, heel nice. En nu is jouw tweede challenge en die moet een stuk moeilijker. Mijn challenge is hier een backflip op. Als je hem niet stikt, moet je eigenlijk gewoon proberen om zo snel mogelijk naar de gele rand te gaan. En niet op de trampoline te vallen. Nice. Oh, nice. Niet gestikt, maar wel doorgebleven. Robert, is dat echt je naam, Robert? Nee, mijn broer heet echt. Oh, dat is iets te snel. Dit is mijn eerste backflip precision op zo'n ding in 2 jaar. Netjes. Lekker. Nu is Jay. Jay heeft al gezegd dat hij dit niet kan. Is niet erg. Jay doet een koprol. En dat is oprecht ook lastig hierop. Maar daarom doen we het ook niet op deze. Maar op de hooggastraf. Vond je? Ja,
Oh, easy. Let's go! Get him. Ik hoop dat we deze allemaal halen, want de challenge van Rob zometeen, die is echt insane. Deze is niet extreem moeilijk, maar ook niet makkelijk. Wat je doet, standing vanaf hier op blok springen, in één keer een flip eruit, en dan zo snel mogelijk door, jump over de trampoline. Twee trampolines clearen. Wow! Ja, we gaan in één keer door. You got this. Ga niet af. Ja, door, door, nice. Ja, in één keer, zonder te vallen. Let's go, gast. Nog twee van de vier. Alleen Bo en Rob nog. En dan zijn we bij de challenge van Rob. En dan hoeven we alleen nog maar de challenge van Jay. En dan hebben we de video gewonnen. Ik hoop dat het vandaag wel gaat lukken. Oh. Wow, die was niet zo soepel. Bo, Bo, yeah. Bo, jij bent. Oeh. Jump, flip. Oh. Ja, 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 ja. Heel nice. Jouw challenge, we hebben het allemaal gehaald namelijk. Ik ga een rondje rennen. Turbo, turbo. Daar gaat hij omhoog. Oh, wow, wow, wow. En dan niet de trampoline raken. Oh, die was lijp. Ik hoop dat dit lukt. Oh, joh, easy. Kijk eens aan. Dat is je boy, Jay. Oh, 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 oh. Go, Jay. Ja. Hey. Kijk, 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 hij viel echt bijna, maar hij heeft het gehaald. Ga helemaal stuk. Ja, gedaan. Wel gedaan, hè. Bo, jij bent. Jij bent. Oh, die was wel sick. Oh. Oh. Dat is zo hard karma. Dat is, zo hard karma. Dat is zo karma. Maar ik heb niet de trampoline aangeraakt. Nee, klopt. Nou, dat voelt wel fijn, hè? Als je dat noemt, karma. Ja, karma. Karma. Hij raakt niet de trampoline. Hij raakt niet de trampoline. Wil jij nog een keer twee doen? Wat heb je gedaan? Maar hij ging bijna dood. Let op, deze wordt echt sick. En één trampoline muur. Twee. Oh, oh, daar gaat hij weer. Oh, oh, die was sick, ouwe. Bro, je had hem echt net. Jay heeft het nadeel dat hij de laatste challenge heeft. En deze moet dus ook moeilijk zijn. Ik ga een front flip van hier naar daar doen. En probeer een beetje te stikken, maar je mag de trampoline natuurlijk niet aanraken. Ik sta er voor een motion support, maar dan vang ik hem zo op als hij valt. Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Fucking ziek, die was zo lijp. Ik ga hem niet doen. Jawel. Nee, ik breek dan echt mijn enkel. Mag ik side ook doen? Ja. Oké, okay, Bo, ja, ik ben natuurlijk, jij moet deze halen. 90 kilo puur spier. Want dan hoeven er nog maar twee en dan hebben we de video gewoon gewonnen. Ja. Let's go. Maar ik denk niet dat ik het haal. Dus het, nee, het haalt het. Het spijt me alvast. Positiviteit, positief, ja. Ik ben altijd positief. Bo, let's go. Oh.